Oké. Okay. Got the one. Ja, ik weet het wel. Ik weet het. Ja, joh. Ja, got the one. Ja. Kijk, en al rent hij geen. Nee. Oh, ja. We zijn verder. We zijn verder. We zijn verder. Ik weet niet waar ik naartoe moet. Ik weet niet waar ik naartoe moet. Ik weet niet waar ik naartoe moet. Ik weet niet. 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 There is no escape. Oké. Okay. Nou, perfect. Perfect. Code 591. Oh! Yes! Oh, heerlijk! Oh, niet leuk! Hallo beste kijkers van mijn kanaal, mijn naam is Robin en leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe video op mijn kanaal. En ja, we zijn er weer beste kijkers, het heeft echt heel lang geduurd. En ik heb echt heel veel berichtjes van jullie gekregen, echt niet normaal veel. Alleen, ja, we zijn er gewoon weer. En om even in het kort te zeggen, met mijn vader gaat alles weer goed. Met mijzelf gaat alles weer goed. We hebben beide onze gezondheid weer een beetje onder controle. Dus ik kan weer leuke video's maken voor jullie. En dit gaat echt niet meer zo lang, zo lang duren, beste kijkers. Ik ga echt, ik ben al daarmee bezig in de voorraad aan het werken. Jeetje, ik heb nog steeds mijn spraakgebrek. Excuses. Maar nee, ik ben echt video's aan, ja, al aan het bewerken en alles al aan het doen. Zodat dit niet meer gebeurt. En zodat jullie gewoon lekker video's kunnen blijven kijken. Alleen, ik ben wel heel erg blij. En dat is echt compliment aan jullie. Dat jullie mijn zoon nog hebben gesteund. En nog steeds. Ja, bijna elke dag kreeg ik wel. Hoe is het met je? Hoe is het met je vader? Echt, dus dank jullie wel daarvoor. En er komt gewoon Formule 1 2023 aan. Daar ben ik al mee bezig trouwens, dus kleine spoiler alert. En ja, we zijn er gewoon weer. En zoals jullie zien, en zoals jullie in het beginstukje zagen, wij gaan nu het spelletje spelen Welcome to Kowloon. En dat is een, jeetje, de besturing is wel een beetje naar op de controle. Misschien moet ik de sensitivity een beetje aanpassen. Ja, dat is wel beter. Oké, maar welkom te Kowloon. Oké, ik werd omhoog gelanceerd. Ik weet echt niet wat hier gebeurde. Maar ik wou zeggen, het ziet er best wel, ja, mooi uit. Nou, niet waar we zijn, dat is echt scuffed. Maar gewoon hoe de game is en alles is wel mooi. Het is een horrorspelletje. Dus, moeten we hierin? Nope. Het is wel allemaal, ja, erg. Kan ik rennen? Oh, hey, ik kan rennen. Dat is mooi. Dat is altijd leuk. Misschien, wacht even hoor. Ik ga even proberen als dit beter is om te spelen. Het lijkt erop, ja, dat we daar naar binnen moesten. Ik denk dat ik het beter kan spelen met toetsenbord en muis trouwens. Meestal speel ik altijd met controle. Alleen is echt heel, de sensitivity die staat al heel laag. Maar alsnog wil die gewoon door blijven draaien. Dat is wel heel na. Maar ja, we zijn een student. We willen graag goedkoop wonen. Dat willen de meeste studenten. Dus ja. In dit spelletje dus ook.
Nou weet ik alleen niet hoe ik snel loop. Is dat met de muis? Ik doe nu. Ah, met shift ren ik. Oké. Okay. Dat is mooi. Dat is mooi om te weten. I need an apartment. Nou heb ik niet. Is dat hier? Nope. Oké, okay, maakt niet uit. We gaan gewoon nog eentje omhoog. En ik krijg nou al die horror vibes, hè. Moet ik hier naar binnen of zo? We zouden wel weer helemaal omhoog moeten. Maar ja. Er werd aangebeld. Dat gebeurt wel vaker. Waar sta ik nou weer aan vast? Hallo. Doggo. Too bad about the dog. He must be hungry. Ja, ik momenteel ook. Ik heb ook honger. In het echt, niet in de game. Maar moet ik hier trouwens zijn? Kan ik de hond meenemen? Hallo? Is die baas er? Kan ik hem niet wat eten geven? Hallo? Zo. Ook iemand vergeten de afval buiten te zetten. Maar het is echt een horrorspelletje. En we zijn student dus, wat ik zei. En we hebben een... Dat is heel naar. Dat is echt heel naar. Want ik kreeg hem echt recht in mijn oor. Ik weet ook niet waar ik woon, hè. Woon ik hier of zo? Hallo? Nope. Oké. Okay. Daar mogen we vast niet naar binnen. Daar kunnen we wel weer naar binnen. Dat is een muur. Woon ik hier? Hallo? Nee. Ik zou echt niet weten waar we wonen, beste kijkers. Oké. Okay. We wonen dan best wel groot. Oh. Hey. I left. I put the key in the store. It's outside by the entrance. Oh mijn god. Moeten we de hele pokken end weer naar beneden lopen? En ja, beste kijkers, ik ben nog... Nee. Oh, nou. ik heb echt nog een beetje last van de bestuur... Hey, een wc-rol. Die staat echt heel erg... Ik denk dat ik vooruit loop op de feiten. Kunnen we alle meter... Ja. Angie zou hier niet blij mee zijn met Ascent. Dat is weer een ander verhaal. Ja. Oké, okay, nou. We gaan naar beneden. Want dat zou moeten. Hé! Hey, Doggo! Ja, ik weet het, jongen. Maar ik heb geen eten voor je. No. Goedie, goedie. Oké. Okay. Als ik wat vind, dan ben jij de eerste die het krijgt. Ook al heb ik zelf ook honger. Ik heb echt honger. This place is filthy, ja. Duh. Dus, we zijn weer mooi buiten. Ik hoor muziek. ja, dan moet het... Oh. This appears to be the store the landlady wrote about. Oké. Laten we even kleuren. Hey. Kan ik ook iets met eten pakken of zo? Hallo? Iemand daar? Hallo? Landlord? Landlady? Hallo? Zo, even deurtje dicht. Kastjes, iets, bed, stoel, niks, laadje. Hey, hey, ik heb de sleutel. Hey. Hey. Oké. Okay. Trouwens, kan ik hier voor de rest niks? Want dat is echt.
Wat heb ik gepakt? Ik weet niet wat ik heb gepakt. Er was hier wat. Heb ik geen inventory? Hallo? Nou. Heel vaag. Ik weet het niet. I do know. Nou. Maakt niet uit. Hallo? Oké, het wordt tijd dat we naar huis toe gaan. Oké. Weer die vieze stinkvlieg. Nou. Ik heb steeds zo'n gevoel dat er echt ineens... Kaboom! Iemand... Nou, zie je? Godsamme. Oké, welkom to Kowloon. Hou op met die strompbel. Ga wat doen. Hier, ik ga... Oké. Hey. Ja, ik weet het niet, jochie. Of, hallo? Oh, ik heb eten meegenomen voor je. Ik ben een held. Yeah! Dit is niet goed. Dit was net toch niet zo? Hallo? Ben ik niet welkom hier? Maar ik heb jou wel lekker eten gegeven, hè? Ja. Ja. Nou, ik ben blij dat ik onze doggo wat heb gegeven. Alleen, ja, dat neemt niet weg dat ik gewoon niet meer naar boven kom. Ja, we moeten hier denk ik naartoe. Dat is wel heel erg donker. Dit is echt een... we rennen gewoon in één keer door. Hallo? Ja, dit... Echt waar, ik rende gillend weer naar buiten als dit in het echt gebeurde. Hallo? Ah, er wordt... Oké. Echt waar. Ik heb nu alweer ruzie met de deuren. Oh, wacht eens. Ben ik hier niet... Ja, kijk. Ja, rode deur. We zijn er weer. En we gaan lekker naar binnen. Gaan we niet naar binnen? Huh? Ik... Oh. Is dit allemaal van mij? Dan is het wel vet. Doe die deur dicht. Home sweet home. Oké. Daar kan ik onberoepelijk slecht tegen dat gedruppel, maar... Wat is dit? Hoe moet je naar de wc toe gaan? Is dit voor de leprechauns of zo? Oké. Kleine designfout. Die deuren die kunnen ook elke kant open. Let op. En we doen hem hier nou open. Wel een dikke voorraadkast. Ja, daar hou ik wel van. Of we een derde wereldoorlog hier krijgen of zo. Ik weet het niet. Nah. Wat is het? Een soort ketchup voor deze. Ketchup. Oké. Midden een stoel. We hebben lekkage in onze woning. We hebben heel veel motten. Heel veel mot, hè. Ik word ook een beetje gek van de muziek. We hebben allemaal een kamer. Hallo? De landlord ladies, die haat mij. Nu al. Wat kan ik hier doen? De door to the balcony is closed. Dan moet dat 100% mijn kamer zijn. Maar ik
ben expres nog even niet naar binnen gelopen. Want misschien ligt hier wel wat. Ja. Het is echt goor. Ik ging echt weer thuis wonen hoor. Echt waar. Nee. Ik ging weer lekker bij mijn vader wonen. Oké. There is my room. Nou, geweldig joh. I will start by leaving my stuff on the bed. Laten we dat maar even doen, hè. Ik had ook heel veel bij me. Alleen een rugtasje. Jezus, kakkelak. I can't wait for a hot cup of tea. Nou, ik kan niet wachten om hier weg te wezen. We hebben... Doe die deur los. Doe die. Zie je? In deze game, ik heb echt ruzie met de deuren. Doe die. Oké, misschien mag ik dan nog niet. Oh, ik heb echt ruzie. Oké, laten we even de muziek maar even wat zachter zetten. Want ik word helemaal gek van de muziek, man. Oh, een stukje rustiger. I can't wait for a hot cup of tea. Nou, dan moeten we vast wat doen met deze kaa. De andere kaa. En wat moet ik nou doen dan? Ja, wachten. Wachten. Ik hoorde wat. Huh? Ik druk nog niet op het T-dingetje hoor. I think it's time to go to my room. Maar hoezo? Ik had nog eens de thee gedronken. Ik ga eerst de thee drinken. Ja, hier. Tea party. Finish your tea. Oké. Yes! Ik hou wel van dingetjes. Hallo. Ja, weet je wat? We gaan wel gewoon lekker. De deur is los, er liggen kleren hangen. Ja, hier hou ik niet van. Nee. Oh mijn god. Die deur, hè? Kan die niet gewoon? Alsjeblieft! Oké, vanaf nu af aan slapen we met de deur los. Oh mijn god, ik haat deze deuren. Deze deuren zijn toch hele... Ik schrok. Heel mooi pak, man. Echt top, man. Een papiertje. I'm scared. I want to go home. The old woman's gone crazy. I haven't even been able to go outside for a long time. Ja, kut is dat. Dat heb je soms. Geen probleem voor mij. What a load of crap, but it's worth checking the front door just in case. Oké. Ja! Damn it! Ja! Ik zie het nu al. Hallo? Hoe kan dit? Ik... Nou... Ah. Ik vind het wel mooi dat dit spel vindt dat hier een logo. Logo. Nee, logo. Damn it! Jongen, ik trapte die hele deur eruit. Maar ik ben zo bang om me nu om te draaien. Hallo? Het licht is daaruit. Het wc-licht is uit. Ja, dit gaat niet goed. Oké, we gaan heel snel naar onze kamer. Oh! Oké, we gaan echt heel snel naar onze kamer. Ja, tuurlijk. Als ik echt snel iets moet doen, dan... En hoppakeetje, die deur is weer los. Ook niet.
don't you dare to go out at night. Hallo? I need to find a way out, ja. Ik hou hier niet zo van, hè. Oké, ik weet niet waar ik naartoe moet. Kan ik hier niet? Nee, tuurlijk niet. Ik hoor iemand lopen. Ik zweer erop, ik hoorde iemand lopen. Ze is aan het douchen of niet? Damn! Oké, het horror is nu echt begonnen, beste kijkers. We moeten echt even heel snel zijn. Ik zie hier wat. Ik zie hier een sleutel. Dat zal vast wel de sleutel zijn. Nee. Nee, alsjeblieft. Deurtje. Deurtje. Ik ben niet één keer doorgelopen. Oké. We hebben een sleutel. Oh mijn god. Dit is toch waardeloos, deze deuren. Ja, of we moeten make a run for it. Misschien is het nog wel gewoon aan het afdrogen. Misschien is het aan het afdrogen. Misschien. Ah. Ja. We hebben onze gat gegraven, beste kijk. Maar ze is er nog niet. Hallo. Oh, wacht. Ik weet het al. Wat ben ik ook dom. De balkon. Nee! Holy shit! Ik wou terugrennen, maar het wou niet. Oh, we zijn er al. Ja, ik weet het niet. We mogen hier dus blijkbaar niet meer naartoe. Ja, ik weet het niet hoor. Ik weet wel deze game, ik heb het nu al. Misschien is er wel heel. Het is een man. Zonder hoofd. Ja. Je moet ervan houden. Nu ben ik nog banger om naar buiten te gaan trouwens. Hallo? Oké, ik weet. Ah, nee! Oké, dan. Ik heb pijn op mijn borst. Oh, ik heb wat kapot getrapt, denk ik. Zo, ik trok bijna mijn beeldscherm mee van het bureau. Oké. Echt leuk joh, horror games. Echt genieten. Nog donkerder. Ja. Het wordt alsmaar donkerder. Kan ik hier naartoe? Hallo? Ik zou ook niet weten waarvoor ik er naartoe wil hoor. Hey! Oh! We hebben wat gedaan. Ik denk wat. Goed! Fuck you, landlord lady.
Ik denk dat dit goed is. It's crazy in here. Weer een achievement. Oh, nou, maar nou ben ik wel bang dat ik iets heb gemist. Kunnen we terug? Nee, we kunnen niet terug. Dat is jammer. Misschien kunnen we nog wel... De eerste deur. Hallo. Weer een opslag? Nee. Een gaslek. Dat heb je soms. Een papiertje weer. Things have been weird in town lately. I feel like I'm in danger here. Nou, ik ook. I have to finish the renovations and move out soon. Stop. Het staat er niet voor niets. Stop. Nee, dit is niet meer leuk. Dit is echt niet meer leuk. Heb ik geen gun? Jongens, er moet toch wel een Chinees, Japaner, Noord-Koreaan zijn met een fucking wapen, of niet? Hallo? Hallo? Nee, dat is echt heel na, die deur. Kunnen we die weer losdoen? Hallo? Nee, ook niet. Nee, ook niet. Oh, heerlijk man. Ik denk dat we rechtdoor moeten van de game. Ja, nou... Hoppa! Kom hier! Ik maak jullie allemaal de moede. Nee, ook niet. Er moet toch wel iets zijn van een wapen of zo. Heb ik iets gemist of zo? Nou, we rennen... Kattenvoer? Eten? Mis ik hier wat? Ik ben verstijfd. Kunnen we niet alle stroom even uitzetten? We moeten echt weer terug. Oké. Okay. Nou, er werd aangebeld. Het is ook zo niet leuk om niet los te doen. Die deur wil nog niet los. Hallo. Hey, de deur is los. Kan deze deur nu ook los? Nee, natuurlijk niet. Maar deze wel. We gaan gewoon even lekker naar binnen. Trouwens. De deur is eruit. Oké dan. Tof man. Ik zie hier een sleutel. Ik zie daar een schilderij. Wat moet ik... We moeten daar wat mee doen. Dat kan niet anders. Anders kunnen we het niet pakken. Een ei? Mis ik hier wat mee of zo? Ik weet het niet. Nou, het zal wel... We hebben sowieso een sleutel weer. En kan dit ook iets... Nope. Ha! Nou, nee. Nee hoor. Godsamme. Ja, we gaan nog een keertje kijken naar het schilderijtje. Nee, hè? Nee, nee, nee. Ik zag daar duidelijk een hoofd. Hallo? Ja, wij gaan dood. We gaan hartstikke dood. Oké. De deur gaat los. Direct nog een keertje klikken, als het mag. Hoppa. En we rennen in één keer door en we doen de deur dicht. Deur dicht. We doen de deur. We doen de deur. We doen de deur. Dicht. Ik zei dicht. Oké dan. We hebben een zaklamp. Ik hoor een hartklopping.
Oh, wacht even. Ik zie wat. Wij pakken even pen en papier. Want de tweede letter is een E. 1, 2. Nou, ik weet niet hoeveel letters er nodig zijn, maar de eerste is een E, dus. Nee, de tweede, excuses. Dan moeten we zo meteen even terug naar dat ene schilderijtje. Hallo? Iemand hier? Kijk dan, je hebt zo'n hier licht en nog steeds is het donker. Oké. Okay. Top man. Echt top dit. Oh, heerlijk. Ik zie daar nog een schilder. Bam! Dit is niet gezond, jongen. Dit is niet gezond, deze game. Deze game is niet gezond. Ik denk vijf letters dat we nodig zijn, maar de tweede is dus een E. De vierde is een A. Damn it. Ik heb weer gewoon echt een beroerte gekregen. Ja, ik vind het niet meer leuk. We moeten nog weer een keertje terug naar die kamer, hoor. Naar die kamer, ja. Oké, de laatste was een Griekse ei. Oké, ik zou niet weten. Delay? Misschien delay. Want de tweede was een E. Ik denk, want het heeft vijf letters. De laatste is een Griekse ei. De vierde was een A. De derde weten we nog niet. De tweede was een E. En de eerste weten we ook nog niet. Dus, en misschien delay. Maar ik heb echt pijn om mijn borst. Echt waar, ik weet dat jullie doodlachen. Kan deze deur nou los? Nee. Hé? Hey. Kijk eens aan. Ja, ik durf die schilderijtjes ook niet meer op te pakken. Ja, zie je een D. De besturing van deze game, hè. Een D. We schrijven het maar wel even voor de zekerheid op. Een D. We moeten nog maar één lettertje. En dat is 100% de L. Oh, nou, kijk eens aan. De D. E. Ja, deze hadden we dus niet, dus dan kunnen we beter eerst de A, en dat was een Griekse ei, 100% DK, DK, dat kon ook, DK. Oké, een DK, ja dat is... Een koevoet. Ja, we moeten daar weer terug. Zal onze vrolijke madame er zo meteen weer komen? Ik zit hier eigenlijk wel goed. Of er wil echt iets heel graag naar mij toe. Of er probeert iets buiten te blijven. Maar ik ben heel erg bang voor het eerste. Ja, we rennen gewoon in één keer door. Kom maar.
Ja, hè. Kom maar. Ruzie met de deur. Hoppa! En een schilderijtje valt en wij doen de deur weer dicht. Nee, deur. Deze deur, joh. Ja, de C. Nou. Wat is dat? Hallo? Nee. Ik zou ook niet weten waar ik die koevoet voor moet gebruiken. Ja, om haar een hengst te verkopen. Oh, wacht maar. Ik mis gewoon de tijd dat ik de hond eten gaf. Oh, eindelijk. Safe momentje. Echt waar. Deze game. Deze game die... Maar we zijn in ieder geval weer buiten de appartement. Dus dat is wel weer goed. Ik hoop dat alles goed is met de hond. Kan ik niet voor de zekerheid de deurtjes dicht doen? Nee, ook niet. Nope. Het is... Ik denk dat wij hier naartoe gaan. Maar ik begrijp niet. Waarvoor zou ik hier naartoe moeten? Ja, echt waar, weer ruzie met die stinkdeuren. De game had een delay. Ik hoop niet dat we moeten gaan rennen, want rennen op een toetsenbord voor mij is echt een hel. We rennen ook in één keer door, hoor. Ik ben benauwd voor alles. Gotta win! Zie je? Gotta win! Gotta win! Ik wist het! Ja, nou, wij gaan dood. We gaan dood. We gaan dood. Echt waar. Oké. Ja, gotta win. Ik zou niet weten waar ik naartoe moet. Ik wist dat we dood gingen. Echt waar. Ik wist dat we dood gingen. Ah, oh, jongens toch. Er zitten dus meerdere gekken in dat appartement. Niet alleen dat gekke wijf. Ah nee, dit meen je niet. Moet ik dat hele pokkenend weer teruglopen? Nou, beste kijkers, jullie zien me als ik wel weer terug ben. Ah! Oké dan. De game is compleet anders. Kijk dan, want nu ineens hangt er een mens hier. Kinderen lachten ineens. Ik... Ah, stel, echt waar. Enigste ding wat nu nog mist, is dat mijn vader gillend binnenkomt. Gedonderd door mijn kamer. Ja, ik weet het niet meer. Ik weet het echt niet meer. Ja, deze hangt er ook al een tijdje. Nou, het duurt vast niet meer lang, dan hang ik er ook. Jeetje, wat een jumpscare. Niet normaal, en dan moet ik zometeen weer gaan rennen. Nou, donder die deur nou maar los, vandaar...
100% dat dat gozertje daar weer staat. Kijk, we moeten die kant op rennen. Links zakte alles in. Of, want we kunnen niet bukken. Ofwel, kunnen we bukken? Kunnen we bukken? Robin, kunnen we bukken? Nee, we kunnen niet bukken. Oké. Gotta make a run. Ja, gotta run, gotta run, gotta run, gotta run. Ren dan! Oké. Ja, zie je? En dan sta ik vast en dan... Je hebt ook bijna geen tijd om iets te doen. Ik weet ook niet waar ik naartoe moet. En dan moet ik weer dit hele pokken-end weer gaan lopen. En dan krijg ik zo meteen echt weer een jumpscare. En echt waar, het is gewoon niet meer leuk. Echt, het is gewoon niet meer leuk. Kijk, en dan is deze gozertje weer weg. En daar zie ik ogen. Nee, dat zijn geen ogen. Dat zijn gewoon meterkasten, hè. En nou begin ik gewoon heel erg veel te praten. Omdat ik begin echt Spaans benauwd te worden van deze game. En dan zijn we er weer. En dan verder zometeen staat dat ene Mongolische wijf er weer. Die me weer de kop eraf weer wil hakken. Ik weet niet waar ik naartoe moet. Oké. Gotta run. Ja, ik weet het wel. Ik weet het. Ja, joh. Ja, gotta run. Ja. Kijk, en al rent hij geens. Nee. Oh, ja. We zijn verder. We zijn verder. We zijn verder. Ik weet niet waar ik naartoe moet. Ik weet niet waar ik naartoe moet. Ik weet niet waar ik naartoe moet. Ik weet niet. 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 There is no escape. Oké. Okay, nou, perfect. Perfect. Code 591. Oh! Yes! Oh, heerlijk! Oh, niet leuk! Oké. Okay. Code 5913 was toch? Ik moet het echt even noteren. Ik begin echt... 5913. Oké okay dan. Ik weet niet waar ik overal naartoe gerend ben, maar we leven. Haha, we leven, zeer zeker. Oké okay dan. Ik hoop dat dit nooit weer... Nee! Fuck! Ik wil steeds slaan, maar dat kan niet, want dan sla ik door mijn beeldscherm heen. Echt waar, ik kijk ook steeds naar mijn deur, want ik weet 100% zeker dat mijn vader zo meteen binnenkomt. Hallo! Ja joh, waar zijn we nou weer dan? Zijn we buiten? Maar dan ren ik echt weg. Ik zie daar een ster, een satanische ster, of niet? Nou. Hallo. Nou, we kunnen daar weer naartoe. Ja... Ik weet het niet. Waarom zou je naar beneden willen? Echt. Now I'm on the street. All that's left to find a way out of town. Ja. Ik ben bang als ik daar naartoe ga dat ik iemand achter me aankrijg. Dus... I'm not going back there. Oké dan. We moeten dat enge rode licht in. Heerlijk. En mijn zaklamp is weg. Mijn zaklamp is weg. Dat ook nog. Mijn zaklamp. 5913. Dat was het toch? Ik weet het niet meer. Ik weet wel, mijn hart kan niet meer zo'n jumpscare aan, denk ik. Nou, we gaan gewoon rennen, klaar. There's no way out, boy. Nou moet ik mezelf ook niet bang maken. deurtje is dicht. Nog een deurtje is dicht, ja joh. Ik weet ook niet waar ik naartoe moet weer, hè. Jullie hebben dat vast vaker gehoord, deze game. And here's the way out. Oh, heerlijk, joh. But I need to find something to cut the change with. Oh, heerlijk. Exit.
There's something there, but I don't have the money. I don't have the money. Money, money. We hebben weer onze lamp. Oh, heerlijk. Oh, het zou ook eens niet zo zijn, hè? Nee. Oh, de horror vibe is still here. Konden we hier wel naartoe? Oh, we konden hier wel naartoe. Oh, joh. Krijg nou wat. De game is echt geweldig. Ik zit vast. Ik zit niet vast. Ik zit wel vast. Ik zit niet meer vast. We kunnen ook gewoon rennen. En gewoon YOLO erin duiken. Nou, we gaan weer eens naar boven, hè. Boven is altijd the way, denk ik. Stop. Stop daarmee. Ik weet niet waar ik naartoe loop, hoor. Now, where do I look for lever and gasoline? Dat moeten we ook nog een keer halen. Een lever en gasoline. Oké, nou, ik kom hier nooit meer weg. Ik kom ook nooit meer uit deze game, echt. I need my dad. Ja. Ja, nee. Moet mijn lampje niet langzaam weggaan? Wat moet ik doen? Moet ik er naartoe rennen? Moet ik, wat wil je? Ga weg. Kst, scoot. Scoot. Hier. Ik ga om het hoekje. Nee, dat was niet echt de bedoeling. Kom terug. Nee, blijf maar weg. Blijf maar weg. Een papiertje zie ik. Ah, zou ook te mooi zijn geweest dat die stomme rotlift het zou doen. The elevator doesn't work. The generator is out of gas. And the starter lever is broken. Dus het heeft geen zin dat ik wat... Pa? Was dat geklopt nou bij mij of in de game? En nou begin ik echt... Ik begin panisch benauwd te worden ineens, jongen. Echt waar. Vier deuren die dicht zijn. Eentje is dicht. Nog één die dicht is. Nog één die dicht is. En nog één. Nou. Dus we moeten naar beneden. Heerlijk, joh. Dan gaan we lekker naar beneden, toch? Ja, joh. Ho. En wedden, we moeten vast gaan rennen, of niet? Maar anders is het niet leuk. Nee. Anders is het niet leuk. Nee. Oh. Ik was even vergeten dat ik shift moest indrukken. En hier kunnen we ook niet naartoe. Oh ja, we kunnen lekker rennen. Ja, lekker rennen. Ja. Oh. Ik ben de heer Spitsboeba. Ik zit steeds met mijn vinger verkeerd op de toetsenbord te drukken. Oh ja, misschien moet ik dit maar eens gaan doen. Hallo, ik denk dat wij hier direct links gaan. Hallo. Ah, we zijn hier. Geweldig. Kan deze deur dan wel dicht? Nee, we kunnen geen deur meer dicht doen. Wat is dat? Wat is dat? Hm? Wat is dat? Een telefoontje. Telefoontje. En een briefje. Let me show you something. Look under the rock by the swing set. Daar was ik net.
Maar dankjewel. Ja. Ja joh, we lopen gewoon direct achter jou aan, want... Hé, hey, verrek het hè. V-ticket. V-ticket. Nog een papiertje. Haha, smiley face. And now into the wet... refrigerator. Oh, heerlijk joh. Oh, ik denk dat we hier nooit meer levend uitkomen. Denk je wel? Nee, ik denk het ook niet. Oké dan. Ja, ik wist precies waar die al was, want daar was ik al geweest. Dus. Did you see that pine dot in the yard? Nee. Don't you want to see what's behind it? Ik wil niet weten wat er achter me staat. Dat eerder. Ja, zie je? Er was wel weer wat. Er was wel weer wat, hè? Er was wel weer wat, hè? 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 Kom dan. Snotjoch. Ja, we gaan gewoon in één keer doorrennen weer, hoor. Oké. Oh. Daarachter. Och, ja. Leuk, man. En we rennen in één keer naar binnen, want ik vertrouw het voor geen meter. Girl power. Ik denk dat hier een meisje vast heb gezeten. En die heb het niet naar haar zin gehad. Dat kan ik je zeggen. Kan ik op postertjes drukken? Nee. Nee, tuurlijk niet, hè. Ja, maar wat moet ik hier nou dan? Wat wil je? Wat wil je me laten zien? Dat je in een hok hebt gezeten? Ik wil ook een hok huren. Moet je kijken waar ik nou ben. Hey. Oh god. It's a beautiful hideout, isn't it? I was hiding here from all the horror that started happening in my family and indeed in the whole city. It's good that there is not a single living soul left in Kowloon. This coin will be... I don't know, to you. Top man. Welke coin trouwens? Oh, die coin. Dan weet ik nou wat ik moet. Ja. Ik kom bijna niet meer uit mijn woorden. Ik begin een beetje benauwdig te worden. Hey. We kunnen hier weer niet door. Nee. Dat betekent we moeten hier naartoe. Ja. We moeten weer naar die machine toe, denk ik. Maar ik heb geen flauw idee hoe ik er naartoe kom. Ja joh, lekker man. Lekker. Allemaal lekker. Allemaal top man. Top. Ja, dag! Er is iemand heel erg boos. En ik ben zo bang dat ik moet gaan rennen. We rennen er in één keer... Ja, dag! Daar staat dat monster! Hé, hey, schoonheid! En nu moet mijn vader binnenkomen. Kiekeboe! Nou, we rennen er gewoon in één keer op af. Oké. Zie je, zij is veel banger voor ons dan wij voor haar, man.
Kom aan, bitch. Kom dan, hm? Ik maak je helemaal kapot. Doe die stinkcoin erin. Ik ga ook niet meer achter me kijken. Geef me. Oh mijn god, geef me die lever. Top man. Hoppa, we moeten hier naar binnen. Dat sowieso. Hier kunnen we naar binnen. Hoppa, naar binnen. Naar binnen. Naar binnen. We kunnen hier niet naar binnen. Kom, nou begin ik gewoon een beetje erg Spaans benauwd achtervan. It's bad. My little girl went away from home. I don't know what's wrong with her. My wife hasn't come out of the bed. Top in 3 days. Dan zou ik toch even gaan kijken wat er aan de hand is. Mijn mening, hè. Everyone around me is crazy. Nou, jij ook. I don't know what to do. Je van je leven, bro. This gas from the pipes. I never noticed it before. I think it's all his fault. Help. Nou, dat heb ik ook. Help. I need somebody. Help. Not anybody. Ja, en we gaan weer lekker omhoog, hè. Nee, 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 mijn licht. They want to affect us from our neighborhood. The government is hiding the fact that we are dying here. Oké, man, top, maar wat heb ik daarmee te maken? Doe die deur er en hier is a canister of gasoline. Booyah. Ik weet niet waar trouwens. Hij zag het eerder dan mij. Ik zie wel weer bakken vol met ketchup hier. Oh. Oh, dat was hem ook. Oh. Beste kijkers, jullie moeten echt weten, ik heb de nekharen strak overeind en ik denk zelf dat de achterharen van mijn hoofd overeind staan. We gaan gewoon in één keer lekker naar beneden. Het interesseert me ook geen moe meer. We lopen in één keer door. Die deur konden we niet door. Ik ben de hele weg kwijt. Ja, 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 ja. Wij lopen door. Wij lopen door. Ik weet niet meer. Ik dacht dat we omhoog moesten. Ik dacht het hoor. En dan hier. Jazeker. De gasoline. En de lever. En hoppakeetje. En dat hebben we goed gedaan. Ze moeten juist blij zijn dat ik dit heb gedaan, hè? Hey! Damn! Ik wist dat er een... Damn! Een jumpscare zat aan te komen en alsnog... prikt hij in mijn hart even. Ja, jongen, waag het! Dit is ook niet slim wat ik doe, hoor. Hij gaat ook een lift in. Hij weet geen eens waar die lift zich naartoe brengt. Echt. To the stars. Oh. Zijn we eruit? Ha!
Heel mooi muziekje. Sigaretjes weer. Hebben we het gehaald? Zijn wij ontsnapt? Ik ben bang voor niet. De knipper. De knipper. Ik heb de knipper. Oké, we zijn weer in het horror beland. We rennen heel snel hoor. Echt, we rennen als de wiedeweerwaag naar die stomme ding toe. Want ik hoor dat de muziek... A doggo! Hé! Hey! Ja, je wil eten? Nou, je rent maar met me mee. Hoppa! Dingetjes kapot knippen. Los doen dat luik. Hallo? Ah, de game is nog niet voorbij. Dit was de exit, toch? 100%. We moeten rennen. En hij rent niet. Oh! Dunk, 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 kedunk. Oh. Jij ook hier. En jij. En jij, en jij, en jij. Het is echt een feest. Een welkomstcomité voor mij. Oh, jij ook. Maar ik wil echt... Weg hier. Ik ga weg met die vieze handjes. Jij ook hier. Oké, man. Top, man. Kunnen we de... Zijn we ontsnapt? Alsjeblieft, laat dit het einde zijn. Laat dit het einde zijn. Alsjeblieft, laat er geen horror meer komen. Oh, we zijn buiten. Onze auto. Hoe we er zijn gekomen. And get the F out of here. Goodbye Kowloon, leaving the city. Yes! Ga je echt zeggen dat we het overleefd hebben? Oh. Wat een hel. Wat een hel. Oh, damn it. Of was het all a dream? There have been many reports to the police from people who have been to Kowloon. They say they have seen a city... demolished 5 years ago, was one of the worst cities in China. Shortly before demolition, a spike in crime and unwanted murders. Many believe that the government was willing to go to terrible lengths to demolish Kowloon. Oh! Damn! Exit! Ja, heerlijk! Exit! Ah, oh, toch nog even op het einde, hè? Toch nog gewoon. Wat een game. Wat een game. Echt waar. Maar we hebben het gehaald, beste kijkers. Oh. Damn. Echt waar. We zijn een paar keer dood geweest. We hebben een paar keer echt dat de stress level 100 was. Maar
Woe. We hebben hem uit. En we hebben het gehaald. Oh, ik zat echt... Op het einde zat ik echt even bijna met de handen in mijn haar van waarvoor speel ik dit? Echt. Maar beste kijkers, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat het dan zien met een blauw duimpje omhoog. Ik vond het echt een hele leuke, toffe game. En ja, horror echt genoeg. Wauw, echt wauw. Oh, niet normaal. En ik hoop dat dit echt een klappertje is. Ook... om weer terug te zijn. En ik hoop dat jullie het echt tof vonden. Laat het dan zien met een blauw duimpje omhoog. Laat een leuke toffe comment achter. Laat ook natuurlijk zien in de reactie. Welke games jullie graag willen zien op mijn kanaal. En welke ik ga spelen. Of moet spelen zelfs. En ja. Met de meeste duimpjes. Laat dat dan ook gewoon zien. En dan zie ik jullie volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Beste kijkers. We zijn weer terug. Zeg het maar met me mee. Tot de volgende keer. Adios!